Yo, en welkom bij Toby Tricks. Vandaag ga ik nog eens een truc doen met mijn balletjes, een paar gesponsen balletjes. Als we een balletje nemen en schuren eraan, heb ik er twee. Wat ik nu ga doen, ik neem een balletje hier in deze hand en een balletje in mijn rechterhand. Nu gaat het balletje in de linkerhand naar de rechterhand vliegen. Zo. Hopla, dat ik hier twee balletjes heb. En nu gaat het balletje ook weer terugvliegen. Pam, voilà. Zoals men dus kan zien. Goed, ik ga dat nog een keer doen. Een balletje in de linkerhand en een balletje in de rechterhand. Een balletje in de linkerhand die vliegt naar de bal in de rechterhand. Zoals volgt. Zodat ik nu hier twee balletjes heb en hier geen balletje. En ja, ik zal laten zien dat het zo is. Hier heb ik geen en hier heb ik twee balletjes. Goed. Fijn aan deze truc is, ik ga die uitleggen voor jullie. Maar ik ga dan mijn camera in slow motion zetten. Kunt u beter volgen, oké? De truc, weet je dus hoe die werkt nu? Goed, zo bedankt voor het kijken en keep the magic alive. Pikers, chokers, lukers, you.